de eerbewoonde meerijder. De assistent-directeur van de firma Neco Staalbouw en Kraafuur Ferdinand Flutters. Graag in de ring, straks verkloten door Motorhuis Schepers uit Enschede. Vraag nummer 28 van de heer Van Nieuwenhoeven, gereden door mevrouw Van Nieuwenhoeven. Wervelstorm, de nummer 37, de jonge Wervel wint, van de heer Erko, gereden door mevrouw Erko. Dirigent J, de nummer 45, de jonge Unicum, van de heer Jonker. Welder de 373, de paard Wildroos, van de heer Fixen, gereden door mevrouw Fixen. Dat waren dus de deelnemers, dames en heren, van deze rubriek. De rubriek met de prijs van het schoonste deel aangeboden door Schepers uit Enschede. Heer, hoofdringmeester, alles weer geregeld. Prijs naar de woorden van Stalbouw. Die zullen worden uitgereikt door de internationale hier aanwezige rekmeester Ferdinand Flutters. Echt voor de tweejarigen. Daar is hij ook al zodanig uitgereikt en niet voor de Stalbouwbedrijf. Dus de paardverleging is op de juiste plaats. Ja, dames en heren, en dan gaan we nu genieten van uw applaus. De heer Kleine Breker, dames en heren, de echte directeur van Neco's, met inhoofdring meester Ferdinand. Sinds kort heeft hij zelfs het FEI voor zijn naam staan, want hij is zodanig dus nu opgenomen bij de FEI als hoofdringmeester. Ik vind het toch maar treurig, geen muziek erbij bij al die dames. Ja, even nog niet kussen.
afgevrijd, dat doe je straks pas. Sla de arm er maar omheen en niet knijpen. Aan je erom af, maar niet knijpen. Dus de schoonverdeel eerder rond. Eerst tegen de eerder rond, het schoonste geheel, dames en heren. Aansluiting vrij de hand uit plaats. De eerder rond, de grote prijsvinnaars van deze rubriek. Kerkpaden grijpen, dames, Middelburg Nederland. Met prijs van staalbaan en kruifnu, Nico uit Midden. En de prijs van schoonste geheel aangenomen door de bondwijsgeverij Enschede. Dames en heren, de dame die de grond heeft in de eerder.